In deze video gaan we naar het verlaten huis van familie Klerks. Het land en huis heeft een geschiedenis vol horror en urban legends. Maar laten we eerst het huis exploren. Daarna gaan we ghost hunten. Zal er activiteit zijn? Waarom is deze kamer zo gigantisch belangrijk? We zijn in het Hobos op weg naar het voormalige huis van de heer Klerks. Een plek met mysteries en urban legends rond de Klerks-familie. Ooit waren ze berucht als bokkenrijdersjagers. Volgens volksgeloof werden bokkenrijders gezien als geesten die op de rug van geiten door de lucht vlogen. In de 18e eeuw maakten criminelen handig gebruik van dit geloof om boerderijen, huizen en kerken te overvallen. De heer Klerks zweerde dat hij deze dieven zou uitroeien. En met succes. Maar de verhalen gaan verder. Verhalen gaan rond dat hij criminelen opsloot, uithongerde en zelfs martelde in zijn kelder. Sommigen zelfs werden opgehangen. Later in de video duiken we dieper in deze donkere verhalen. Maar voor nu gaan we het huis van de heer Klerks verkennen, waar het allemaal begon. Nou, zoals je ziet, we zijn hier binnengekomen en we zijn hier natuurlijk om te gaan ghost hunten. Geschiedenis heb je al een stukje gehoord, maar voordat wij nog hier gaan ghost hunten, kijken of hier activiteit is, laat ik je natuurlijk eerst even zien hoe dit uitziet. We gaan wel urbexen, wat jullie een beetje gewend zijn, maar op een snelle manier, want daarna gaan we snel over om te ghost hunten. Dus laten we kijken wat hier te zien is. Ja, het is niet een urbex locatie waarvan je zegt, wauw, het is echt geweldig, maar voor het ghost hunten, ja, jullie hebben het zelf net gehoord. Bij de geschiedenis. Het is een hele interessante, enge, creepy verleden. Dus we gaan straks kijken, maar we gaan nog even kijken wat hier nog te zien is. Zoals deze gat waar we moeten oppassen. Kijk. Dit is nog wel origineel, hè, van hier. Heel vet. Kast. Hele oude groene trap. Hier ben ik ook nog niet doorheen geweest. Zal even kijken. Kijk, hier hebben we nog een originele schilderij. Het is allemaal van de Klerks-familie geweest. De laatste die hier gewoond heeft, is de nicht van de familie Klerks. En ja, er zijn niet veel overblijven, maar wat er nog over is, is allemaal van haar nog. WC. Raam die dicht is. Oh, hier gaan we weer naar buiten. Nou, de benedenverdieping hebben we wel gehad, dus we gaan nou de trap even op. Daar heb ik zelf ook nog niet gekeken. Ben benieuwd wat daar te zien is. Weet ik wat er hier allemaal is voordat we gaan ghost hunten, hè? Hele oude gordijnen. Steunpilaren. Wow, zakt hier echt helemaal in. Oh, bad. Wat? Zo.
Even naar beneden toe. Dan gaan we zo meteen beginnen met ghost hunten. Inderdaad, nog een broodkachel. Originele behang zit er wel op. Telefoonboek. Nou, we gaan hier ook even een rondje lopen. Wow. Oud. Gas voor een huisje. Zeg, oh, de wet zijn deze. Behang. Gaan we sleeën? Ja. Als je dadelijk gaat sleeën, sneeuwen, dan kunnen we gaan sleetje rijden. Okay. Ja, hier ook. Alles verf die afbladerde. Naar beneden, even kijken. Zo. Ja, put. Nou. Oh, ik denk dat wij deze huis... gedeelte ook weer gehad hebben. We hebben twee huizen geëxploreerd. De rest zijn bijgebouwtjes, schuurtjes. Dus ik denk dat het tijd is om te gaan ghost hunten. Holy shit, wat lijkt hier! Meneer Klerks heeft hier onder in de kelder, wat was het, 57 bokkenrijders, vermoedelijk bokkenrijders, gemarteld en opgehangen. Wat zijn bokkenrijders ook weer precies? Bokkenrijders, dat waren mensen die gewoon... In het begin van de video hebben jullie over de bokkenrijders al gehoord. Laten we nu wat dieper in de geschiedenis gaan wat zich hier afspeelde. Er was hier een drossaard genaamd Van de Kruis. En zijn missie was het uitroeien van de beruchte bokkenrijders. Maar ironisch genoeg werd hij zelf het slachtoffer. Zijn opvolger, drossaard Klerks, was echter onverschillig van aard en slaagde erin de bokkenrijders volledig uit te roeien. De rechtbanken van die tijd, genaamd genachten, werden geleid door de drossaard die aanklachten indienen en straffen oplegde. Zijn knechten, een soort politie, voerden de straffen uit door mensen op te hangen. De drossaard woonde op het Hobos, waar de ringen nog steeds te zien zijn waar hij mensen vastbond in de kelder, of waar hij ze ophing als ze niet in de kelder werden gesleept. De drossaard was berucht voor zijn sadistische methoden. Een vrouw die koffie haalde zonder betalen werd opgehangen. En een moeder die haar ongehoorzame zoon niet kon beheersen, vroeg de drossaard om hulp. Hij hing de jongen op en zei, nu heb jij geen last meer van. Dit zijn maar enkele voorbeelden van alle gruweldaden die hij heeft gepleegd. Want als iemand in ondertrouw ging, moest de man verschillende taken doen, terwijl de vrouw alleen bij de drossaard bleef. En je kan zelf wel raden wat daar gebeurd is, want zo'n man is het ook. Uiteindelijk, nadat de gemeenschap genoeg had van zijn gruwelijke praktijken, werd besloten om de drossaard te verbannen. Verschillende pogingen werden gedaan, maar hij bleef ongrijpbaar door slimme manoeuvres en zijn eigen duistere krachten. Uiteindelijk werd hij onder een brug gebonden en verbannen in Kerkhoven. Maar zijn geest bleef echter rondspoken. Tuske Klerks, zijn broer, werd bij een ontmoeting van zijn paard geruk en stierf 3 dagen later van de schrik. Het hobos zelf werd geteisterd door de terugkeer van het drossaard om middernacht, waar hij deuren en vensters opende en met een nat paard rondreed. Zijn geest verscheen ook als een grote hond bij een vuurwagen. Ondanks zijn verbanning bleef de drossaard een angstaanjagende legende in de streek. Zelfs toen het hobos in 2000 een beschermd gebied werd, bleef zijn spookachtige aanwezigheid voelbaar.
Nu, hedendaags, is het nog steeds een zeer bekend urban legend. Dus laten we kijken of we contact kunnen krijgen. Het hele huis hebben jullie natuurlijk nog helemaal gezien. We gaan nu zo meteen beginnen met Ghost Hunter. Ik ben benieuwd wat hier gaat brengen, zoals je gezien hebt. Ik ben vandaag niet alleen, Pepijn is helaas niet mee. Ik ben wel met de spookjager, zoals altijd. Of niet? Hè? Zeker. Maurice, die is weer weg, hè? Zoals altijd, hè? Maurice, die verdwijnt altijd. Die verdwijnt altijd. En, lijkt dat ik hem een keer achterlaat. Doe maar wel, hè? Dan gaan we hem een keer Ghost Hunter. Gaan we hem zoeken. Ja, hè? We hebben nog andere mensen aanwezig. Hey, what's up? What is up? Hoe gaat het ermee? Lekker. Zijn jullie bang? Nee, nog niet. Maar wij zijn ook niet momenteel de mensen die in ons eentje op zon zitten te kijken. Dus, maar dat komt nog wel, hè? Ja, precies. Ja. En er komt nog een verrassing straks. Einde van de avond. Maar goed. Dat gaan ze vanzelf allemaal zien. Dus wij gaan zo beginnen. Ik ben nou eerst even alleen. Loop, ik ga helemaal naar zolder toe. Ik heb de K2 meter mee. Even kijken wat ik van plan ben. Zelf nog geen idee. Nou. Ik kan hier een beetje op zitten. Dus ik heb hier de K2 meter bij de hand. Die hou ik in de gaten. Leg ik hier neer. Even kijken. Ik had nog mijn eigen voice recorder meegenomen. Laten we die even aanmaken. En dan gaan we ons even voorstellen en gewoon vragen stellen. Kijken of we toevallig antwoorden krijgen. Oké, recorder staat aan. We gaan eerst de opname maken. Leg hem ook neer dat dan geen geruis of wat dan ook. Hallo. Goeiedag. Is hier toevallig iemand aanwezig? Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Katjan en ik heb hier verschillende verhalen gehoord over wat hier allemaal gebeurd is. Is er toevallig nog iemand van de familie Klerks hier aanwezig? We hebben dus verschillende verhalen hierover gehoord. En we hebben begrepen dat verschillende bokkenrijders hier geweest zijn. Tenminste, dat ging ten ronde en dat hier afschuwelijke dingen zijn gebeurd. Als er iemand is, kan je een geluid maken, die staat te bewegen, of spreek desnoods in dit apparaatje waar ik aanwijs. Je komt in vrede, we willen alleen gewoon wat antwoorden hebben, graag met je communiceren. We zijn de hele avond nog hier, dus kom gezellig bij ons langs. En ik hoop dat je met ons wilt praten en wilt communiceren. Kijk, ik ga nu weer terugluisteren, kijken of we wat hebben of niet. Om de wind of iets anders. Sowieso ga ik tijdens de edit hoor ik het beter. Nou hoor ik niet zo heel veel, maar goed, we zijn net begonnen. Via de edit kan ik natuurlijk ook beter luisteren. En zouden jullie deze originele bestanden zelf willen horen? Laat het weten.
dan maken we ook een linkje aan dat jullie de bestanden zelf kunnen downloaden. En helemaal beluisterend weet, horen jullie nog wat meer dan ikzelf. Nou, ik heb 2 opnames hier gedaan. En bij het beluisteren heb ik zelf niks teruggehoord. Mocht je toevallig wel wat gehoord hebben, laat het weten in de comments. Maar voor nu gaan we naar beneden toe en we joinen de rest van de groep. De deur en gelijk ging hij echt hard af en hij zei sorry. Hij stopte. Ja. En dan ging hij daar door. Klopt, toen zei, toen ging hij weer door. Zei ik nog, sorry, toen stopte hij weer. Ja. Nou, dan weten we dat we daar in ieder geval laat ik even wat koffies gaan doen. Misschien komen ze hier, ja, ik weet niet, zeg maar wat, hè, maar misschien komen ze hier naar binnen naar buiten. Dat kan. Ik denk niet dat ze een deur nodig hebben uiteindelijk. Sleutel met een G. Geef een sleutel. We kunnen, we gaan gewoon beide voetjes op de grond. Wat is je vuur? Nou ja, ik was toen in Frankrijk met Steven en ik had op een bepaalde ging naar een bepaalde verdieping. En daar werd het, dan krijg je zo'n benauwd gevoel. Welke verdieping was? Nee, ja, dat was in Frankrijk, maar hier heb ik dus de hele tijd. Dat de hele tijd zo van die. Overal. Gewoon is het hele ergens tijd. Erger dan normaal. Dat je zegt van oké, daar, die raakt het wel. Wat? Die badkamer boven toch? Eigenlijk hier en op de eerste. De rollen vond ik niet zo boeiend. Vond ik alleen bang dat, was ik alleen bang dat het ging instorten. Vincent, wat zeg jij dan? Wat zeg je nou eigenlijk? Jij hebt het overal gewoon. Nou ja, ik heb zo met de hele benauwde gevoel, zeg maar. Maar ik vond inderdaad die badkamer was ook wel raar. Daar ja, hoorde ik raar geluiden. Nee, boven daar inderdaad het geluid. Ja. Stijn, wat zie jij daar? Ja, ik zeg de badkamer. In ieder geval boven. Maar ja, we kunnen wel even boven gaan kijken. Ik vind maar hier ook vervolgens gaat hier het hele ding af. Ja, ja, inderdaad, laten we hier beginnen. Wat gaan we, waarom zouden we weggaan als het hier helemaal gek gaat? We gaan overal wat doen. We beginnen beneden. Gaan we naar boven toe? Laat de apparaatjes en zakken los. Dankjewel. Dus je hebt wel interesse om contact met ons te maken. Die ballen gaat ook af, hè? Ja. Welke bal? Ja, die catball. De catball. In die gang gaat die af. Ja. Gaat af. Die is nou stil net. Oké, gaat weer. Zo, alles ging in één keer, hou. Dat scheelt niet zo hard. Weet het. Zie je. Vind je jou leuk, Stefan? Ja, elke keer steek die doet, er gebeurt iets. Oh, gaan ze even weg bij de apparaatjes. Ja, ook dat apparaatje wat nu piept, gaat er voorbij weg. Dank je. Het gaat ook harder waaien. Ja, hè. Kan het zijn dat Stijn boven allemaal je dingen doet? Zijn we boven gemaakt? Super vaag. Raak dat apparaatje met dat rode lampje. Ik ga 2 meter kan ik. Ja, dat apparaatje met dat rode lampje inderdaad. Raak dat eens aan als je het fijn vindt dat wij hier zijn om met jou contact te maken. Oh, die ging ook weer. Dankjewel. Ben jij een oud bewoner van hier dan na dat apparaatje met dat rode lampje te afgaan? Oh mijn god, en het balletje ook. Dankjewel. Ja, maar even weg bij het apparaatje. Oud bewoner dus, hè? Ik denk zelf dat ik dat meneer Klerks zal afvinden. Is meneer Klerks zelf hier, dan raak ik het apparaatje met het rode lampje nog voor ons aan. Dat is best wel massaal, dat is niet sterk iemand. Omdat hij er altijd op ziet is geworden. Apart, ineens is weer helemaal stil, hè? Ja, ik heb 2 meter die gaat af. Die gaat gewoon niet helemaal. Ja, die al verder. Alleen die, ja, maar verder. Die was stil ineens. Dat was. Harde wind. Hallo. Ben je er altijd op? Ik hoor Stijn. Hallo. Stijn. Yo. Ben ik weer? Wat zag jij? Ben je gezellig terug gekomen? Nou, het is echt niet heel gezellig boven of zo. Maar heb je dat meegemaakt?
Stijn is net teruggekomen nadat hij zijn eentje een rondje heeft gelopen. En dat alleen met een night vision camera. Nu is het de beurt aan Stefan. Wil je zien wat hij heeft beleefd? Ga dan naar zijn kanaal. Ondertussen gebeurt er nog van alles, dus laten we hier verder onderzoek doen. Tim? Waarom is deze camera zo gigantisch belangrijk? Ik ga die met die piep ga ik eens even in die kamer, want ik wil eigenlijk wel weten of het overal is of dat het... Ik was eigenlijk van plan om alles gewoon te verplaatsen. Kan ook. Die kant? Ja. We zetten alle apparatuur in de andere kamer en Maurice komt met iets nieuws wat hij zelf heeft gebouwd. Aangezien we ook EVP's proberen en mocht er een geluid opgenomen worden, zou er dus geluid moeten zijn. En deze gekleurde staven gaan af op geluid. Dat betekent als de kleuren bewegen er een geluid is. Het is een interessante methode die ik nog nergens gezien heb. Maar Stefan zit nog wel met een vraag. Een vraag. Ja? Stel je voor, een onbewoond eiland waar niemand is, daar valt een boom. Ik ken het. Maakt de boom dan geluid? Tuurlijk maakt de boom dan geluid. Alleen jij hoort hem niet. Maar is het wel geluid als het niet wordt opgevangen met een tromvis? Tuurlijk is het dan geluid. De boom maakt het geluid. Het is geluid. Nee, niks wat je nu doet is het niet herkennen van geluid, omdat jij niet het bestaan ervan weet. Dat zou ik nooit doen. Ja, in principe zeg je dat wel. Want de boom maakt gewoon dat geluid alsnog, ook al hoor je dat niet. Ik moet het van vissen zeggen. Ik vind het echt zo'n onzin verhaal. Echt hè? Laat het zeggen, waarom hou op! Heel raar. Let's hunt some ghosts! Als jij iets wil zeggen, wij gaan dadelijk stil zijn. Daarachter staan drie apparaatjes en die hebben lampjes. Het kan heel goed dat we jou niet horen, maar dat we dat wel zien aan de lampjes als jij daar geluid maakt. Dus als jij daar zou willen gaan staan en als je ons iets wil zeggen, kun je daar schreeuwen. En dan als je je stem verheft, zie je dat die dingen dus omhoog gaan. Dus wij gaan nu stil zijn en als je iets wil zeggen, kun je dat daar doen. Dat vlecht die de hele tijd. En als ik moet vergelijken, is het zachter dan wat ik nu zeg. Probeer daar zo hard mogelijk in te schreeuwen. Ik wil die lampen helemaal omhoog zien gaan. Zo. Lief is, zeg maar. Net als. Ja. Zo. Zijn wij. En nu is het natuurlijk interessant. Als je thuis terug gaat lezen. Of je dan daadwerkelijk een keer gaat pakken. Dat is natuurlijk leuk. Zou ik zeggen. Ik hoor ook je piet. Ja, ik hoor ook je piet. Dat was die piet die ik hoorde toen je binnenkwam. Nee, dat was niet. Nee, toen we nog buiten waren, hoorde ik diezelfde piep al. Ja, ik hoorde net ook een piep. Ja, maar dat was een andere piep als van de deuren. Maar het klopt van buiten lijkt wel. Zo, ja, daar gaan we echt af. Als je het praten wil, ja. Ja, maar ik dan daarvoor ook niet vis zetten. Inmiddels zit gewoon af. En het kan de wind niet zijn, want de linker die staat veel korter bij het raam, dus die zou eigenlijk veel hoger moeten gaan. Ja, zonder dat er geen geluid komt, de wind gaat er toch in één keer zo pieken. Maar ik had 2 meter. Die ging ik een paar keer af daar, hè? Ja, dat zag ik. Ja. Oké, okay, dat is wel een die we door kunnen ontwikkelen, zie ik. Ja. Waar ik wel. Wel heel vet gemaakt, hoor. Mm.
Dan gaan we nu weer de spullen even pakken en dan gaan we de bovenverdieping even bekijken. In de volgende aflevering ga je dus zien wat er zich heeft afgespeeld op de bovenverdieping. En we duiken dieper in het onbekende met de Estes methode, een solo ghost hunt in de kelder en zelfs een poging tot het gebruik van een Ouija board. Maar de vraag blijft, werkt een Ouija board echt? Dus hou je hart vast, blijf bij ons en vergeet niet te abonneren om deel 2 van dit angstaanjagende avontuur niet te missen. Tot volgende week!